jullie ook kijken. Welkom bij deze nieuwe vlog. We zijn terug. We're back. Back on track. We gaan nu lekker op jacht. Naar voedsel, dus tapas. Ja, heel graag. Ready, are you ready? En dit is de look voor vandaag. Is she hot or is she hot? Ja, het komt door Fred. Fred heeft me een beetje gefixt natuurlijk. Zonder Fred zie ik er niet zo uit, jongens. Just a little. En het is een super lekker tapas restaurant. En ik ga iets bestellen. En ik laat jullie een kaart opzien. Oh nee. Zo zijn we niet uit. Dan doen we daar ook een bakje aan. Hoi, ik ben Meryl. Ik ben jullie. Ik ben Middelburg. En kijk deze sexy mama. Uit Veenendaal. Uit Veenendaal. Yeah, girl power. We hebben Chantal. Ja, heb je er zin in? Heb je het gezellig? Ik heb het heel gezellig. Goed zo. Nou, we hebben deze jongen, maar die kennen jullie natuurlijk wel. Ja, dat is Fred. Hallo liefje. Hallo. En daar hebben we ook nog een knappe meid. Hallo. En daar hebben we Netscout. Die zit achter. Dag lieverd. En dan hebben we hier deze knappers. Ja. Onwijs leuk avond. Die zijn echt allemaal toppers. Ja, echt waar. Yes! Woo! Cheers! Hey! Op! Ja, ik ben niet op de stoel. Ja. En we hadden ook asperges. En dit is het laatste stukje wat er over is van de asperge. Hoi! We hebben lekker gegeten. Ja, ja. En we staan nu hier op de brug. Ik ga heel goed zingen. Ze gaat zingen. I'll be in a pizza. Oh my god. Every day. I'll go and buy. Give it up in the time that I'm making around. Live into the good. We are in Ibiza. Yeah baby. En wij zitten nu een beetje te kijken waar we nog naartoe kunnen gaan om het leukste te doen. We hebben gewandeld door Oud Ibiza. Weten we al wat we gaan doen? Ik heb een beter idee. Nou, waarschijnlijk. Wat is het betere idee? We gaan op dat bankje zitten en we gaan naar Mandy luisteren. Kom. Ja, je? Nee. We gaan op dat bankje zitten. Super gezellig. Hoor je? Ik vind het heerlijk. Wij gaan even hier op deze. Nou, dit bankje. Dit bankje? Nee, wij gaan op deze. Kom maar. Wij gaan op deze. Jongens, ik kan toch weer niet. Ik snap het niet meer. Altijd gerekend met geld, ik word er een beetje moe. Ja, vertrouw jij jou. Oh, die was lekker. Ik ga terug nu naar de villa. Doe dat. En jij blijft even zitten met de meiden. Ja, want het past in mijn zeven busje. Ja, past mijn zeven man in het busje, dus het busje moet twee keer rijden. Ik ben zo moe. Ik ga naar huis en ik ga morgen verder vloggen, want morgen gaan we naar het strand. Zoals jullie mij kennen, mijn stem is weer weg. Tot morgen. Goedemorgen iedereen. Het is de volgende dag en wij zijn aangekomen op het strand. En vandaag verblijven wij bij het strand El Chiringuito. En daar ben ik vorig jaar ook geweest met Buddha to Buddha. En het is een prachtig strand en ik heb echt onwijs veel zin om er weer te zijn. Ik ga het natuurlijk wel filmen voor de mensen die het nog niet kennen. Het heet zo El Chiringuito. En dan loop je eigenlijk zo naar het strand. En... zo ziet dat eruit. Ik heb een vet grappig spijkerrokje aan met allemaal pareltjes. Een doorzichtig soort van topje. Let's go to the beach, beach, let's go get away. Hey, hey, this is what I say. Oh, dat zand, voel dat zand. We liggen er en wij hebben net lekker een bekertje fruit. Dat mannetje loopt daar dan en die heeft dan vers fruit. En dan kun je dat lekker kopen. Deze is 4 euro. Het is natuurlijk voor een beetje fruit veel geld, maar er zit echt superveel in hoor. Kokos, watermeloen, ananas, meloen, groene meloen zeg maar. Is lekker ska? En een fruit. En een fruitje. Lig je lekker schat? Zo ziet het strand eruit. Dat is ons Fred.
Het water is zo schoon ja. En zo helder dat je er gewoon doorheen kan kijken. Ik zie nu gewoon op beeld alles onder water. Oh. Nou, film helemaal maar even. Je loopt dus echt in zijn blote tampeluren zo naast de zee. Oké, maar nu zie je niks, maar dat mannetje daar, zeg maar, is dus naakt. Is helemaal naakt. Maar hij liep hier echt zo 2 meter vandaan zo bij de zee en ik keek gewoon naar links. Ik zag gewoon een eeuwsworst bungelen. Ik denk, nou... Ik bied, zij is lekker vrij, schat. Ja, maar ik vind het trouwens. It's freedom. Leuk. Heerlijk, die hippie zijn. Ik snap niet dat je het gaat doen tussen mensen die wel met z'n allen op liggen. Want ik vind het ook, denk ik, heel lekker. Maar dan een soort van alleen met iemand die het ook doet. Die met allemaal mensen kleden. We zijn nu verplaatst naar het restaurantje. Hier zitten we dan met de ladies. Hallo. En dit is ons uitzicht vandaag. Hi. En we gaan eventjes wat drinken en misschien een hapje eten. OMG. Hoi. Wat favorite of all? Ja, hè? Kokos. Maar ik heb wel bruine benen, kijk. Oh mijn god, lekker! Salade met kip, avocado, lekkere uitjes, tomaatjes, komkommer en dressing. Nadat we bij het strand zijn geweest, zijn we weer terug naar de villa gegaan. Daar hebben wij nog lekker gechilled en nu heb ik gedoucht. Mijn haar is al ingeklikt en gekruld. Het borstelen wij straks uit. En ik heb zoals jullie zien nog helemaal niks op het gezicht. En Fredje gaat mij opmaken met It Cosmetics. Nou ja, jullie weten, ik heb het al eerder laten zien dat Judith dus ook haar eigen make-up lijn heeft. Dus niet alleen wimpertjes, maar ook make-up. En Fred gaat mij dus nu opmaken volledig met de make-up van It. Dus dit is een before. En dan zien jullie straks een after. We're done met de make-up look. Finally. Ben je nou benieuwd naar het echte mooie eindresultaat? Want het is nu al best wel donker. Dan moeten jullie even op Fred's video klikken. Daar zien jullie hoe hij deze make-up look bij mij heeft aangebracht. Hij geeft jullie heel veel tips. En het is echt de moeite waard om te kijken. Nou, ik denk dat jullie het nu, ondanks dat het best donker is, wel kunnen zien dat het weer helemaal al fliekje is door jou. Ja, en, top ook. Ja. En er zijn hele mooie foto's gemaakt. Daarom. Dus die komen binnenkort online. Die komen ook binnenkort online. En we gaan nu lekker naar het oude centrum om weer te eten. Lekker bij hetzelfde restaurantje als gisteren, want dat vonden we heerlijk. Lekker en we zijn met 16 man. Dus we gaan gewoon met z'n allen lekker daar zitten. Ik heb trouwens diezelfde broek aan die ik een van de eerste dagen ook aan had in het zilver. Maar dan nu in het roze. Dan heb ik dan een oud roze stopje in. Zo heb ik dan mijn Zara soort van boemerjasje met bloemetjes en mijn lieve bordeaux rode mini bag. En dat is de look voor vandaag. Oh, en de festivalclips met blonde puntjes van Funda. We zijn er bij La Bodega. We zitten in het restaurant. Hetzelfde restaurant als gisteren. We gaan niet meer vloggen. Morgen ga ik verder vloggen, want we gaan naar de hippie markt. Dus jullie zien ons morgen weer terug. Doei. Goedemorgen iedereen. Zonder zorgen. Zonder zorgen. Wij zijn bij de Hippie Market. Hippie Market. Let's go. Ja, echt. Ik ben heel benieuwd. Ik vind dit zo tof. Allemaal van die prularia's waarschijnlijk. Let's go. En daar heb ik zin in. Hebben we zin aan. Ja, hij is heel mooi. Wel vet toch? Ja, het is mooi. Ja. Festivalletje Vree, wanneer staat er een heusje? Hey. Of dat zeg jij voor jou? Beetje groen. Groen ben je mooi, want je draagt zo vaak zwart. Ik vind dat dit niet zo heel vaak. Ja. Yes. We zijn nog niet klaar, jongens. We moeten 5 minuten geleden moesten we bij de taxi zijn. Dus we gaan nog even door. Oeps. Kijk hoe leuk, er zit gewoon een clip in. Zo, dit zijn die clip-ins. Ja, en dan kun je hem zo ploep je in je haar schuiven. Zo, en je haar erover. En voor, die kunnen we wel leuk een keer in vlechten. Wil je het ook een grote veer? Of wil je echt van die... Oh, leuk gedaan. Wat
Wij zijn weer terug in de villa. We zijn bij de hippiemarkt geweest. En ja, wat vond je? Heerlijk. Ja, wel maar druk. Gewoon iets dus, te. Het is heel druk en het is niet eens hoogseizoen. Nee. Dus als je naar Ibiza gaat en je wilt graag naar de hippiemarkt, dan bereid je voor dat het gewoon echt een massa-ding is. Ja, dus je moet wel echt een goede dag zoeken of zo. Ja. Of een goed moment even op de dag. Ja, en als je erop voorbereidt, dan trek je dat. Ja, dat is waar. Wel. Maar goed, we hebben lekker gewandeld zoals jullie zagen. En het was super gezellig. Ik wilde jullie nog even laten zien wat ik heb gekocht. Want ik heb 3 hele schattige armbandjes gekocht. Ik zal ze even naast elkaar plaatsen. Deze hartjes. Deze met kleurtjes. Hoe noem je dit teken ook weer, Vrij? Een Infinity? Lemmiskaat. Lemmiskaat? Ja. Een lemmiskaat. Staat inderdaad voor Infinity. Een veertje en een half maantje. Ik heb deze voor mijn voeten gekocht. Vind ik gewoon te leuk. Gewoon lekker hippie, gypsy-achtig. En Freesky heeft ook een mooi armbandje gekocht. Ik vond deze gewoon te cute. Het met veertje. Een mooi veertje. Te leuk. En we zijn nu terug bij de villa en we gaan vandaag barbecuen. Het is ook tevens de laatste avond. Dus we gaan denk ik gewoon heel veel vreten met z'n allen. Gezellig kletsen. Ja, echt. De muziekbox aan. Ja, oh, die gaan en we halen. En laten we er gewoon een vette avond van maken. Oké, okay, let's go. Morgen naar huis? Nee. Wel. I'm staying. Ik denk dat we het vliegtuig gaan missen. Zomaar per ongeluk. Zomaar per ongeluk verslapen we ons en we missen het vliegtuig. Kan er niks aan doen. Kan gebeuren. Mag eerst eten. Hey! De bakken met filets. We hebben brood. Salade. Fruit. Fred. En we gaan lekker eten. Do I need to say more? I don't need to say more. We staan op het vliegveld. We gaan terug naar Nederland. Wil je niet naast me staan? Een beetje tegendraads. We gaan met tegenzin terug naar Nederland. Natuurlijk wel weer leuk om thuis te zijn. Absoluut. Bij onze mensen en onze diertjes. Maar dit hier en die palmboom daar. Vooral die daar. Dat we dat achter ons moeten laten is altijd wel weer even slikken. Hallo, wat ik zei. Kijk, je loopt gewoon altijd op slippertjes. Altijd op slippertjes. Voetje in het zand. De zon schijnt. Het briesje is er. Maar we hebben een topweek gehad. Ja, echt leuk. We vliegen vandaag terug. Going home. Home. Daar gaan we weer. Maar we hebben het fantastisch gehad. Life jacket is stowed in a pocket beneath your seat or in the panel above your head. In the unlikely event of land. Hey, it's time to discover the way he likes to move. We zijn geland. Yeah. YouTube. I'm back. I'm back. Het was mooi. Ja, het was mooi. Yeah. En ik wil je bedanken. Yeah. Want Judith heeft het super goed geregeld. En we hebben zo'n leuke paar dagen gehad. Super. Echt heel bijzonder. It Lashes. I love it. It Cosmetics. I really love it. I love you. I love it. Ja, je bent echt een it girl. Ja. Dus super bedanken. Ook Alfredo natuurlijk. Ja. En binnenkort komen leuke nieuwe ontwikkelingen binnen. Ja, samen met Laura. We kunnen niet wachten. En ik ben trots om een it girl te zijn. Ja, yeah, dat is echt leuk. Nou, dankjewel. Bedankt voor het kijken iedereen. We hopen dat je het leuk vond. Ja, vergeet je niet te abonneren. Doe een duimpje omhoog. En dan zien we jullie heel snel weer in een nieuwe video. Super. Doei. Dankjewel.